geen idee wat er aan de hand is, maar hij wil dus niet meer aangaan nu. Goedemorgen jongens en welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is de eerste keer dat ik mijn woonkamer zo zie en ik dacht ik ga het eventjes aan jullie laten zien. De woonkamer. Dit is dan hoe het eruit ziet. Zonnetje komt mooi door langs de gordijnen. De bank staat natuurlijk. De plinten liggen los tegen de muur. De eettafel die staat met de leuke steadystoelen. Moeten de deeltjes nog even onder. En er is post gekomen. Natuurlijk de vervelende blauwe brieven. En een wisser voor in de douche. Dus die ga ik even snel proberen uit te pakken. Ik heb ervoor gekozen om een brede wisser te nemen. Van maar liefst 32 centimeter of zo. Ik heb er ook niet voor gekozen om er eentje te nemen van glas of iets dergelijks. Of metaal, want ik dacht als ik die dan laat vallen of iets dergelijks, dan brengt die wellicht schade aan. Dit is de wisser en ik denk dat ik hem gewoon gelijk eventjes bij de douche op de douchewand ga klikken, zeg maar, of laat hangen. Ik kon er ook voor kiezen om natuurlijk een wisser te nemen die magnetisch bijvoorbeeld vast zit aan de muur of iets anders. Maar ik dacht, goed, dat wil ik niet. Wat we doen is dat we deze, die gaat heel makkelijk hier over de rand met een siliconenhouder. En dan kan deze er gewoon makkelijk zo in. Ik weet niet wat ik ervan vind. Op zich is het makkelijk. Het staat ook wel een beetje, ja, skeer of zo. En goed, misschien is het wel mooier als die gewoon bijvoorbeeld daar zit. Dat denk ik echter wel, dat dit gewoon één mooie glazen wand blijft in plaats van zo'n lelijk ding daar. Maar goed. En wat verder handig is, is dat die eigenlijk binnen, ja, zeg, 3 keer heb je heel je wand gedaan. Dus dat is wel makkelijk met zo'n brede, dacht ik zelf. Als je dit zo ziet, jongens, dan kan ik echt niet wachten totdat de tv-meubel daar staat, de open haard daar staat, de tv hangt en alles. Sonos komt vandaag binnen en ik ga even kijken naar het uitzicht. Het ziet er weer goed uit, helaas geen prachtig zonnetje. Deze hebben we dus gisteren opgehangen. Die lieten de oude bewoners achter. Dus dat is wel fijn, nu hoef ik geen gordijnen te kopen. En toen was het tijd om wat plint op maat te gaan maken. Daarvoor hebben we niet heel veel nodig. Wat we gaan gebruiken is een potlood van de Action. Heel handig dit wanneer die leeg is. Doe je zeg maar gewoon meer en dan wordt die langer. Erg handig. Een meetlint, ook wel handig. Een cirkelzaag die ook verstek kan zagen. Dus gewoon recht. Maar ook een 45 graden hoek, zeg maar. Gaan we denk ik beginnen met deze rechte muur eerst doen. Hier eentje, daar eentje, deze muur. Eigenlijk gewoon de hele woonkamer. En dan moet ik waarschijnlijk eventjes weg naar kantoor, naar Rotterdam. Om wat verhuur weg te brengen voor een clipshoot van paperclips. En ik zou zeggen, we gaan gewoon beginnen. Dan ga ik jullie een kleine uitleg geven over hoe we dat gaan doen. Eerst meten we natuurlijk deze wand op. Dat is 119,9 centimeter. Pak ik mijn potlood. Dan gaan we dat even aftekenen op de plint natuurlijk. 119,9. Wanneer we dat hebben afgetekend, hier zo, gaan we de plint even doorschuiven die kant op. Tot, als je het goed ziet, als het goed is, zie je niet daar een lijntje. Je ziet hier een lijntje, dat is precies het midden van de zaag. Verder hebben we hem vastgezet op 90 graden. Zo is die 45 graden. Zo is die 90 graden. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Dus die zetten we vast. Stekker zit in de stopcontact. Dan doe je je gehoorbescherming op en je gezichtsbescherming voor je ogen. Dat doe ik nu eventjes niet, want dat duurt allemaal heel lang. En dan gaan we gewoon zagen. Wat we dan nog doen als laatste is de plank even vastzetten met deze klem. Dat kan je aan beide kanten doen, dat kan ook aan één kant. Dus gewoon even dat die plank, je moet hem sowieso recht tegen de kant aanleggen, dat hij niet kan schuiven. Dat die lijn dus wel loodrecht op de plank ligt. Dan draai je hem gewoon een beetje vast, hoeft niet keihard, anders maak je straks je plint kapot. Dan halen we de verzegeling eraf, zodat die aan kan. En dan gaan we gewoon zagen. En dat was hem eigenlijk al. En dan hebben we gewoon een hele strakke lijn van je plint. En als het goed is, wanneer we deze dan
hier neerleggen. Past die precies zoals ik zei. Dit steekt een beetje uit. Ik moet even kijken wat ik hier voor moois op kan gaan verzinnen. Verder past die precies. En ook hier. Had nog wel een millimeter groter kunnen zijn. Wellicht als we nog een stukje overhouden, doe ik hem opnieuw. Of ik kan deze nog ergens anders kwijt bij een kleiner stukje. Zoals daar een hoekje bijvoorbeeld. Dus ik kies er denk ik voor om deze nog even één keer opnieuw te doen. Dat ik dit stukje ga herbruiken. Maar dit is in principe hoe het werkt. Niet lastig als je maar de juiste gereedschap hebt. Want je weet wat ze zeggen. Het juiste gereedschap of goed gereedschap is het halve werk. En hij sluit nu gewoon aan beide kanten mooi aan. En we zien als we de oude plint van hiervoor hier leggen, dat die bijna net goed is. Alleen dit stukje snijverlies, maar goed, dat kunnen we leiden. Dus dit ga ik even aftekenen met een potlood, dat die hier enigszins strak op komt te liggen. En dan hebben we de tweede plint ook al gedaan. De bezorger is net langs geweest en hij heeft een aantal hele leuke pakketjes gebracht. Ik weet niet of jullie kunnen zien wat dit is. Ik geloof het niet. Dus ik ga het even hier neerzetten. Dit is natuurlijk een prullenbak. Zo. Die komt natuurlijk gelijk in de keuken. En dan het laatste pakketje. Ik ben blij dat hij enigszins zo klein is. Ik ga het gewoon openmaken. Een pakketje wat eigenlijk helemaal nergens op slaat waarom ik dit gekocht heb. Het was ook niet goedkoop of zo namelijk. Maar goed. Hier zit namelijk een subwoofer in. Want ik heb een nieuwe surround set gekocht voor bij de tv straks daar. Alleen wat ik zei, dat slaat dus echt volledig nergens op. Misschien zie je het al. Omdat ik al 3 complete sets heb liggen. En dan zou je denken, jij sport echt niet, waarom koop je nog een set? Dat is gewoon omdat ik nu een goede complete set wilde in huis die makkelijk compatible is met je devices en makkelijk verbindt en uitbreidbaar is, wat Sonos dus is zoals je hier kan zien. En ik heb ook nog eentje van Samsung met Harman Kardon en ik heb er nog een van Polk Audio. En ja goed, wellicht dat ik er ergens anders nog een set neerzet. Maar dit is dus de nieuwe Sonos Sub Mini. We hebben een stroomkabel. Een goede verpakking. Oh, een hele mooie verpakking van de Sub zelf. Deze even uit beeld. Hij is ook echt heel klein, dat is heel lekker. Ik ga hem voorzichtig openmaken, dat ik hem straks nog dicht kan doen als het lukt. Mooie kleine subwoofer, wel stofgevoelig. Ik wilde namelijk eerst de witte halen, maar toch de zwarte gedaan. Ik ga hem ook gewoon in stof nog laten, in het veld en in de doos. Maar waarschijnlijk kunnen jullie ook al raden wat er dan in de andere doos zit. Dat is natuurlijk de Sonos Beam Gen 2. Een compacte soundbar van Sonos natuurlijk, met Google ingebouwd. Dus ik kan straks gewoon hier praten in huis dat alles aan moet gaan, gordijnen open, dicht, maakt niet uit. Het is een slimme soundbar. En samen zo een heel mooi compact setje, waar ik heel blij mee ben. Die andere ga ik dus of verkopen of nog ergens kwijt in huis, misschien op kantoor. Moet even kijken, maar hier ben ik wel erg blij mee. En dan natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk. Ik heb een prullenbak gekocht. Dat zijn best wel dure dingen eigenlijk, maar ook dingen waar je soms nog best wel lang naar aan het zoeken bent. Of dat je zoveel keuzes hebt, zoveel prijsklassen, zoveel merken. Vroeger thuis bij mijn ouders had ik dit merk, dat is Brabantia. En goed, die prullenbak is zo goed als heel mijn leven gewoon meegegaan. En ik vind het ook een mooie kleur. Ik ben niet voor een standaard mat zwarte gegaan, dat wilde ik eerst wel. Maar toen zei Coco, joh, doe even een ander kleurtje. Iets wat niet zwart is. Ook verkopen ze of geven ze hun eigen perfect fit decks erbij. Voor deze prullenbak dus. Ik denk niet dat ik die ga kopen omdat ze duurder zijn. Maar goed, wellicht wel. Zo. Dit is dan de prullenbak. Ik vind het
denk ik een mooie prullenbak. Hij is 60 liter. Dat vind ik wel belangrijk dat ik gewoon weer die grote zak kan doen. Kan hij hierop staan, dan gaat hij open. En hij heeft soft close, dat hij dus langzaam dicht gaat. Ja. Ziet er goed uit. Je kan hem hier ook nog vastzetten. Blijft hij open staan. Dus die ga ik gelijk in de keuken zetten. Zo, en daar staat hij dan achter in het hoekje. Ik vind het wel mooi. Ook blij dat hij niet mat zwart is eigenlijk. Deze kleur heet platinum is de kleur. Dus staat. Alright, nog één keer terugkomen op die perfect fit zakken. Ik denk toch dat ik die wel moet gaan gebruiken. Omdat een normale 60 liter zak van Como trekbandzakken. Dat past dus gewoon niet. Dat is eigenlijk wel slecht vind ik. Kan die leuk 60 liter zijn, maar... Een 60 liter standaard zak past er niet in. Dus goed, dit ziet er zo uit. In de volgende zak zal ik eventjes zo'n perfect fit zak doen. Zo, het is 2:15. En we gaan nu eventjes naar kantoor toe. Eventjes een paar pakketjes inpakken. Maar ook die verhuur wegbrengen naar Rotterdam. Dat houdt in mijn car mount. Dus dat is zeg maar een soort statief voor op een auto voor je camera en zo. En een drone. Ze willen de Mavic Pro in plaats van de Mini 3 Pro. Allemaal prima. Dus die gaan we eventjes leveren. En ik zie nu dat het 2:15 is. En ik moet eigenlijk ook nog even wat eten straks. Maar daar ben ik heel slecht in altijd. Want ik maak eigenlijk nooit tijd vrij om te eten en om dat soort dingen te doen. Ik ga altijd, meestal tenminste, gewoon door en door en door. En fijn dit. Sukkel. Ja, dus ik denk dat we ook nog maar wat gaan eten zo. De spullen afgeleverd hier. De drone ligt in de oplader. Dus we gaan hier shooten. Het is wel wat uitgelopen omdat ik nog eventjes die car mount moest opbouwen. En dat is eigenlijk elke keer een beetje het dingetje dat ik die car mount moet opbouwen voor mensen. Omdat ze wat logisch is niet begrijpen hoe die helemaal in elkaar moet. Het is echt een bouwpakket zeg maar. Ik ben ook echt de weg kwijt hier. Het is wel een hele vette plek. Maar ik heb echt het richtingsgevoel van een goudvis. Maar goed, ik denk er dus aan nu om een, misschien een soort koffer te kopen waar die car mount gewoon vast in zit. En dan nog wel iets met de... Ik heb echt geen idee waar ik heen moet. Met de aparte onderdelen zeg maar voor die car mount, omdat je verschillende keuzes hebt qua lengtes van alle armen. Maar dus ik zit eraan te denken om dat te doen. Verder die drone even in de oplader gegooid. En nu weer terug naar het huis toe. Als ik de uitgang kan vinden. Wel echt een hele vette plek hier. Allemaal studiootjes van bedrijven en mensen. Ik ben ook helemaal omgelopen, zie ik. Dus nu gaan we weer rijden. Inmiddels zijn we weer terug in het huis. En ik heb twee nieuwe dingen in huis eigenlijk. Eentje daarvan staat hier. En wellicht kan je het zo wel een beetje zien. Ook gezien de plek waar die staat. Wat het is. Ik ga hem uitpakken. Dit is dus... Hij staat op zijn kop, zie ik. De open haard. Hij is echt mooi breed voor deze ruimte. Ik heb ook de boven- en onderste kant van de schouw erbij. Die kon je erbij nemen, dus die heb ik. Die staan hier in de gang. Daar in het zwart. Dus die ga ik straks even op zijn plaats zetten. Nog niet alle kristallen en diamanten erin. Je weet wel, die glasdingetjes. Maar ik denk gewoon even simpel dat die puur warmte kan geven. En ik heb nog iets anders binnengekregen. Daarvoor pak ik even deze doos uit de gang. Dan pakken we weer het mes erbij. En die kunnen we ook... Hey! Daar maak je mij echt blij mee. Leuk, lekker. Wat hierin zit is mijn tweede hulp in het huis. Namelijk deze robotstofzuiger. Wat ik zeg, heb je goed gehoord. Ik zeg tweede. Ik heb er namelijk al eentje. Die is alleen niet slim. Deze is slim. Dus kan via Google, via je telefoon en via een simpele timer worden ingesteld. Dus deze komt in de woonkamer.
denk ik. Wat dan altijd belangrijk is als je zo'n, vind ik tenminste, zo'n stofzuiger in huis neemt, is dat je je inrichting daar ook op instelt eigenlijk. Dus dat je geen, dat je eigenlijk gewoon zo min mogelijk op de grond hebt staan. En als er iets op de grond staat, dat die dan hoog genoeg staat dat de stofzuiger er gewoon onder kan. Zoals je tv-meubel, zoals je bank. Goed, mijn bank staat praktisch gezien op de grond, dus dat is sowieso geen mogelijkheid tot stofzuigen. Maar bijvoorbeeld je tv-meubel of andere dingen, daar kan je dan rekening mee houden. Ik weet dat ze niet al het vel weghalen en ook het hardnekkige vel niet weghalen. Maar het gaat mij er meer om dat het gewoon enigszins gestofzuigd is. Dat alle haren bijvoorbeeld of kruimels of dingetjes gewoon weg zijn. En nou goed, dat kan met deze. Verder heeft hij een mooi wit design. Hij heeft natuurlijk aan de voorkant de borstels en verder is het gewoon praktisch gezien hetzelfde als alle andere robotstofzuigers. Dus die ga ik nu even unboxen, even uitpakken, even installeren. En dan ga ik daarna de open haard doen, want ik vind dit toch leuker. Alright, de robot zit nu in de oplader. En hij geeft mooie lampjes hier aan de bovenkant. En ik ben echt fan altijd van lampjes. Goed. Dus die gaan we even laten opladen. Inmiddels is het avond. Zoals je kan zien is het donker buiten. Wellicht hoor je het ook op de achtergrond. Maar is daar de stofzuiger bezig met schoonmaken? Ook staat daar de open haard aan. Oh, hij pakt een kabel. Oh, dat is niet de bedoeling. Jij gaat eventjes hierheen. De jongen in de bouwmarkt die zei, je moet zorgen dat het ijzerwerk, dus het ijzeren plaatje van je inbouwdoosje, gelijk zit aan de muur. En dat doe je dus door deze dingen, die ringen, achter het ijzeren plaatje te zetten, waardoor het ijzeren dingetje naar voren komt wanneer je hem vastschroeft. En ook daarvoor moest ik langere schroeven kopen. Ik heb nu, 30 mm lange M3 schroeven, dat is dus voor die inbouwdoosjes. En met deze manier zou ik dus de inbouwdoosjes naar voren moeten kunnen halen. En kijk, het is ook leuk, want hier ligt inmiddels ook een nieuwe deurmat. En daar is Ali nummer 2, gelijk aan stofzuigen. Ik heb net ook even op maat afgesneden hier. Aan die kant is het nog niet helemaal netjes, maar het is in ieder geval beter dan wat het was. Dat eventjes tussendoor. Ik ben verder vandaag ook niet verder gaan met plinten, afsnijden. En ik heb dus de open haard, heb je trouwens nog niet meer gezien. Ik heb de open haard van kantoor gehaald. Met die boven- en onderkant. Ziet er goed uit. Ik heb hem net ook aangezet. Hij is nu aan het verwarmen. Hij gaat naar 20 graden toe en het is nu 15 graden. En verder kan je alle, even kijken, kleuren instellen van van het vuur, maar ook van de stenen. Van de stenen eronder kan je allerlei kleuren instellen. In ieder geval later daarover een betere video of een meer gedetailleerde video. Ik ga nu snel even nog aan het werk, want Coco is hier over minder dan een half uur terug uit Parijs. Wat ik nog ga doen is snel de twee gordijnen hier en daar ophangen, want het kliksysteem zit daar nog aan het plafond, dus dat is in principe een kwestie van klik en gaan. Want die hebben we hier namelijk weggehaald, omdat we toen we het 5 december alles leeg gingen halen, niet wisten hoe het werkte. Dus die ga ik snel erop doen. Dan hoop ik dat ik nog snel hier wat van die plaatjes op kan doen. Dan ga ik nog snel wat opruimen en dan is het alweer een half uur later. Dus ik zie jullie straks en ik ben heel erg benieuwd naar Coco's reactie straks. Oké, ik heb slecht nieuws. Ik heb het hier dus helemaal gezellig gemaakt en zo. Met kaarsjes, verwarming aan, lampen buiten aan. Ik denk dat ik ook wel elk moment kan aanbellen nu. En ineens flikkert dat ding uit. Die open haard. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar hij wil dus niet meer aangaan nu. En dat begrijp ik niet goed. Dus dat verpest best wel een beetje een soort van de hele vibe. Ik denk dat ik maar even een appje ga sturen. Hallo! De open haard die valt dus net uit omdat ik de haspel niet heb uitgerold. Ja, de stekker is te warm geworden. Ik moet echt naar huis.
Hallo. Wow. Wat leuk dat jullie komen kijken. Kijkje. Dat is leuk. Oh, wat leuk, die worden bij ons. Ja, maar die. Ja, wat is dat weer anders op de... Is het weer anders in het echt dan op de foto? Oh, oh, is echt cool. Is dat zo mooi bij die kleur te muur? Echt leuk, en die gordijnen zijn ook echt heel mooi. We zitten weer samen op de bank. Hoe was het in Parijs? Dat is heel erg leuk. Ja? Ja, zeker. Goed weer gehad, leuke dingen gedaan. Dus het was geslaagd. Ik ben alleen niet zo lekker. Nee. Maar komt wel weer goed. En wij zitten hier lekker met de open haard. Die doet het weer wat het nou was. Uiteindelijk was dat ik de haspel niet helemaal heb uitge... Ja... Alle kabels zeg maar eruit gehaald, uitgerold. Dat hoor je natuurlijk wel te doen, want anders kan die in de fik vliegen. En dat was niet zo slim van mij. Maar goed, de open haard doet het gelukkig weer. Het is echt super gezellig zo met het open haardje. En ik heb nu nog een drietal lampen gekocht. Die komen morgenavond binnen. Dus wellicht dat ik die morgen gelijk kan ophangen. Dat is voor hier in de gang, in de keuken en... Ja, daar zo in het hoekje boven, daar hebben we kabels ook gefreesd, maar dat zie je nu niet zo heel goed. Dus hij is besteld en dan gaan we nu slapen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Morgen weer een vlog om 12 uur wellicht. En tot ziens. Tot doei.